30 jaar was hij lid van de Partij van de Arbeid. 7 jaar was hij wethouder. Tuğkay Tankier was een graag geziene wethouder in Nijmegen. Eind 2016 moest hij vertrekken, nadat zijn fractie de steun in hem had opgezegd. Het voelde voor hem als verraad. Ik werd 's morgens gebeld door de partijvoorzitter of wij 5 uur om even bij elkaar kunnen komen, zeg maar, met de fractievoorzitter, Mark. Want ze wilden iets bespreken met mij. En diezelfde avond hadden ze nog een coalitieoverleg over de 2 miljoen bezuinigingen. En toen, ik dacht, nou, het zal wel een beetje voorbereid zijn voor dat gesprek. Ik kwam 5 uur, 2 hier en binnen bij mijn kamer. En ik zag aan hun gezichten al dat het niet voor een leuk gesprek ze kwam. En toen vertelden ze dat een week van tevoren fractie vertrouwen in mij opgezegd had. Nou, ik wist niet wat ik hoorde. Ik dacht dat ze een grap maakten of wat dan ook. Ik zei, ja, een week geleden. En komen jullie nu mij vertellen pas? Want ondertussen was dat bij jullie in de website een verhaal gestaan waar iedereen om gelachen heeft. Dat ik wellicht de begrotingsbehandeling niet zou halen. Ik heb zelf ook omgelachen en grapjes over gemaakt. En ze hebben ook nog in de tussentijd gelek naar buiten dat ze deze besluit hebben genomen. Nou, dat vind ik zo laag, zo achterbaks en zo oneerlijk. En dan hebben ze daarna met mij samen overleg gehad, pilsen gedronken. Niemand heeft mij iets gezegd. Week later. En diezelfde avond hadden ze coalitieoverleg. Hebben ze tegen de mensen ook niet verteld. Het hele gesprek met Tankier is dit weekend te zien op RN7.